De helft hiervan is cacao en dit stukje kan dus al dodelijk zijn voor een hond van 15 kilogram. Ik ben Pim Hegeman, dierenarts bij jouw dierenarts in huis. De decembermaand staat weer voor de deur. Dit betekent lekker eten en chocolade. In december krijgen we altijd veel telefoontjes van huisdier-eigenaren over dat een hond of kat van de chocolade heeft gesnoept. Dit is giftig. Nou, het is voor honden en katten eigenlijk goed om te onthouden hoe donkerder de chocolade, hoe giftiger het is. Pure chocolade is daarbij dus het meest giftige. Op de verpakking zie je eigenlijk vaak staan hoeveel cacao erin zit. En in dit cacao zit het stofje theobromine. Deze theobromine is dus giftig. Hier zit 125 gram chocolade in. De helft hiervan is cacao en dit stukje kan dus al dodelijk zijn voor een hond van 15 kilogram. Een labrador die dit zou eten van ongeveer 40 kilogram kan hiermee ernstige vergiftigingsverschijnselen krijgen. Dus het is altijd heel belangrijk om direct contact op te nemen met de dierenarts. Veel mensen denken nog steeds dat zout een handig hulpmiddel is om een huisdier te laten braken na het eten van chocolade. Een eetlepel zout kan al leiden tot ernstige vergiftigingsverschijnselen bij uw huisdier. Het is dus uitermate belangrijk dit niet te doen. Neem altijd contact op met de dierenarts. Geef aan uw dierenarts door welk type chocola uw huisdier heeft gegeten, de hoeveelheid en het gewicht van uw huisdier. De dierenarts kan dan bepalen wat er moet gebeuren. In veel gevallen geven wij dan een injectie om uw huisdier te laten braken, zodat de chocolade weer uit het lichaam is en de vergiftiging niet meer zal optreden.